trouvait? C'est sûr. Even kijken, ik had een Steam berichtje. Het is meer druk op achterbanden, dan rijden jullie nog verder? Ja, ik ben hier nog een beetje aan het rijden. Jullie rijden nog steeds rechtdoor over het rechte stuk? Ik ben nou aan het begin of zo van die baan. Oké, wacht, die komen we weer aan. Probeer hem even te laten stoppen of zo voor om te rijden en te remmen. Ook zijn ja. Ik zag net een Chris Zoner voorbij gaan. Ja, ik kom er nou aan, ik rij vol gas. Ik heb mijn achterbanden iets opgepompt, kan ik weten driften. Oh, Loopy is er ook al. Waar ben jij dan? Ik rijd naar de bocht hoor, ik weet niet. Oh, dan kom je ons nu tegen, denk ik. Ja. Nou, dacht ik even lekker door te kunnen karren bij een kamer. En drift, hij doet het. Oeps. Ja, hij heeft er wel heel klaar gespeeld. Stefan. Ik zag hem hier. Het is een groene wagentje. Ja. Helemaal blend in het leentje. Misschien was hij aan het jagen. Ik denk het, joh. Het zag wel. Denk dat je hier veel dieren zou vinden rond de circuit. Ik kan je eigenlijk voorstellen, dit circuit gaat helemaal up en down. Dat iemand ooit heeft bedacht van dit lijkt me perfect voor een circuit. Terwijl het nu alle circuits zo vlak zijn eigenlijk. Ik zat echt. Het is gewoon niet normaal hoeveel heuvels. Ja, maar dit is wel de beste racebaan, vind ik op zich. Vind ik dan. Het is. Nou ja, net zoals dat. Ik weet niet, Neuenburgring heeft zijn mooie kanten, maar ook. Het is deels ook weer een. Het heeft niet heel veel. Ja, ik weet het niet. Het is sowieso een best smal circuit, dus het is lastig om hier gevechten uit te voeren en in te halen. Ja, dat wel. Dat is pittig. En echt hele tactische bochten heeft het niet. Het heeft heel veel hoge snelheidsbochten. Dat is wel heel goed. Ja, dat is wat je leuk vindt of niet. Ik vind lage snelheidsbochten heeft natuurlijk ook een paar. Op het algemeen is het een hoop snelheid circuit. Yes! Oh. Die bandenpoppen werken eigenlijk best goed. Maar niet verwacht. Maar eigenlijk banden verwisselen. Kijken of ik oude banden of slechte banden moet krijgen. Maar dit werkt perfect. Verlies geen grip. Die fout maak ik altijd, joh. Die binnenpoppen ook. Nou, dat moet even wachten. Nee, dat gaat wel goed, joh. Ik kom er wel aan. Focus kwijt. Oké, nu gaat hij weer. Oh, ik moet dit halen, joh. We zitten recht achter een Duitser BMW. Dat was wel erg fout. Moet even. Ik zie ook geen baan ofzo waar iedereen is. Geen map in die keer. Oh ja, die moet je eerst aanzetten. Ik zag wel auto's nog voor mij. Dus. Ik zie hier volgens mij een video. Ja.
gaat die vent hier zwaar. Oh, is een Giulietta. Oh, crash. Ah, die was vet. Helemaal door je stoel heen geduwd. Dat is wel gaaf. Het voelt wel een beetje alsof je er bent. Ja, dat zou kunnen. Ik had eigenlijk geen ruimte die stond hier. Push! Wacht, ik ga heel klein beetje afstand nemen hier. Ik vind het zo'n mooie bocht om hard uit te gaan. Maar oké, dan komt die andere auto. Moet er een beetje bij pakken. Ja, heerlijk. Goed, Johan? Ja, ik zit achter Rob Merrill, ja. Maar die kerel, hij rijdt wel slow nu. Dus, dat is niet erg of zo. Maar dan kun je er wel langs af. Nu wel, hopelijk. Nou, als je Chris de Duitser wil. Even op het rechte stuk even mijn lamp aanzetten. Ja man. Oké, okay, hands free. Oh shit, iemand raakte me. Loonie geraakt.